Het was ook niet zomaar, goed, we doen de deur open, klaar, we zien het wel. Nee, dat kan dus echt niet, nee. Sinds deze week hebben de kerken een routekaart die ze hanteren tijdens de coronacrisis. Zo kunnen ze de deuren openen, maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. In de Sint-Corneliuskerk in Beuningen pakken ze het goed aan. Die routekaart hangt op de deur als je binnenkomt en je hangt bij de ontsmettingsmiddel. Mensen die een viering bij willen wonen op zaterdag en zondag moeten zich van tevoren melden, per mail of per telefoon. Dan komt er een lijst en degene die deurwacht is, heeft een geel hesje aan en die krijgt de mensen af op de lijst en die vraagt dus of ze klachten hebben naar aanleiding van de kaart die op de deur hangt. Het aanmelden voor de dienst is niet het enige dat ze doen. Zo moeten de handen worden ontsmet bij binnenkomst, zijn de banken afgezet, is er een looproute aangebracht en worden de papieren dienstboekjes na afloop weggegooid. Maar de mensen van de Sint-Corneliuskerk beslissen niet zelf op welke manier ze opengaan. Nou, het is een advies, maar vanuit het bisdom worden we er wel op gewezen dat we verplicht zijn om de regels op te volgen. Dus ja, vanuit de overheid zijn kerken nog altijd een uitzondering. Maar wij moeten ons houden aan een bisschopconferentie. En die bepaalt wat wij dus mogen doen hier in de kerk. In het begin was het natuurlijk heel erg moeilijk. Je krijgt de richtlijnen van het bisdom. Maar hoe ga je die uitvoeren, dat mag iedereen natuurlijk zelf bepalen. Het hangt er ook vanaf hoe groot de kerk is. Wij hebben natuurlijk een hele grote kerk. En dan zou je kunnen zeggen, hier kun je makkelijk 90 mensen in kwijt. Maar dat gaan we dus niet doen. We houden dus echt onder de regels van 30 mensen. Meestal is het maximale aantal mensen dat is toegestaan geen probleem. Maar vooral bij bijzondere gelegenheden is de behoefte om naar de kerk te gaan groot. En dan zitten we rond het weekend 16, 20 mensen ongeveer, soms 25, verschillend. Kijk, nu met Paas is het al vol. Paaswaken, ja, 30 mensen, dan heb je het zo vol. En dat leidt soms tot pijnlijke situaties. Om mensen terug te sturen als ze nummer 31 zijn, vinden we heel erg. En vooral ook mensen die we kennen. En dan kun je wel zeggen, ach, kom toch maar binnen, nummer 31, maar dan is er straks 32 en 33, dat wil je niet. 30 is 30. Naast het maximum aantal bezoekers zijn er ook nog andere richtlijnen die het bisdom oplegt. Nou, koren mogen niet zingen. Dat is ook een verordening van de bisdommen. Ze mogen zingen met 4 zangers. Met 4 man kun je geen lied zingen. Maar alle koorleden vallen wel in de risicogroep. Ze zijn allemaal oudere mensen. Dus ik snap ook van hunzelf uit dat ze gewoon niet willen zingen. Door al die richtlijnen moeten ze bij de kerk creatief zijn, zodat kerkgangers alsnog diensten kunnen bijwonen. We hebben afgelopen week 2 vormserveringen gehad. En dat voor het eerst hebben die dus via YouTube hebben die uit kunnen zenden. En er zijn nog wat technische problemen om het voor de voortgang. Maar we zijn er druk mee bezig.